Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Chilltrax, de enige echte natuurlijk. Hoe is het inmiddels met mij? Nou, ik ben nog steeds een beetje verkouden, maar ik ga maandag toch wel weer proberen te werken. In ieder geval, is het nu precies een week geleden dat ik ziek werd. En daarna heb ik ook eigenlijk helemaal geen vlogs meer opgenomen. Het zijn er twee nog of zo van de verlichting. Dat is het enige nog wat ik opgenomen heb. En de rest van de week heb ik gewoon lekker een beetje uitgeziekt. In ieder geval ga ik maandag weer beginnen. Ik ga dadelijk nog even naar buiten toe. Ik ga kijken of dat het een beetje lukt. Nou, het is prachtig, voorlopig prachtig weer vanaf binnen gezien. Het is niet echt regenachtig of zo. Het is weer echt ontzettend slecht weer is het geweest de afgelopen tijd. En ik ga toch weer een poging wagen om weer naar buiten te gaan. Ik wil toch wel weer even buiten vlogje opnemen, want het is alweer heel lang geleden. En binnenkort zitten we binnen. Hè. De avondklok is doorheen. Dat betekent dat je vanaf. Dat je s'avonds niet meer naar buiten mag. Om 9 uur of zo was het, ik weet het niet precies. Maar in ieder geval komt de avondklok. Dus dan kunnen we s'avonds ook niet meer naar buiten toe. Zitten we s'avonds binnen? Nou zit ik s'avonds toch altijd op binnen. Ik ga s'avonds nooit naar buiten toe. Dus voor mij zal het niet echt veel uitmaken. Ik heb er niet zo problemen mee. Omdat ik er zelf, ja, ik heb er zelf niet echt veel mee te maken. Want ik zit s'avonds toch altijd binnen. Ik heb s'avonds geen zin om naar buiten te gaan. Wat zou ik s'avonds buiten moeten doen in het donker? Ja, als je verder toch niks te doen hebt. Het is niet echt dat ik echt ergens specifiek s'avonds naartoe moet. Dus voorlopig is het weer zo. Is het voorlopig eventjes dat we binnen moeten gaan zitten s'avonds. Nou, de Efteling kunnen we voorlopig nog wel helemaal vergeten. Dus we moeten ons maar vermaken binnen. En ik heb natuurlijk al GTA verleden keer opgenomen met Rob en met Justin. Dat was wel heel erg leuk, was dat. Eigenlijk op het eiland geweest, het nieuwe eiland van de nieuwe update van GTA 5. Dat was ontzettend leuk. Ook wel heel spannend. Je moest elke keer, jullie zagen het als jullie de video gezien hebben, je moest dus elke keer. Moest je dus zorgen ervoor dat je niet gepakt werd door de bewakers. Want als je gepakt werd door de bewakers, moest je weer helemaal een beetje in elkaar geslagen. En werd je weer teruggebracht en moest je weer helemaal van vooraf aan beginnen. Dus dat was wel, was wel leuk. In ieder geval, mijn verlichting die werkt ook nog steeds. Ja, één kleur dus niet. Dus ik moet nog steeds, moet ik eigenlijk nog even een berichtje sturen naar de. Naar Light in the Box, degene waar ik het gekocht heb. Want alle kleuren doen het, behalve groen. En dan is het alleen die eerste ding, die doet het echt helemaal. En de rest, zijn in totaal zijn het er vier. Deze drie, die doen het gewoon allemaal niet. Dat doet groen, gewoon groen het niet. Dus ik moet toch eens even kijken of dat ik daar nog eens eventjes achteraan. Dan moet ik in ieder geval achteraan gaan. Want het hoort gewoon helemaal te werken natuurlijk. Daar betaal je voor. En daar moet ik gewoon geld voor. Moet ik gewoon mijn geld terugkrijgen. Of in ieder geval vernieuwen. In ieder geval. In ieder geval. Gaan we daar nog even achteraan. Want dat klopt natuurlijk niet. Het moet natuurlijk wel voor het bedrag. Wat ik ervoor betaald heb. Moet het natuurlijk helemaal werken. En ook helemaal groen zijn. Ja, ik vind dat het wel heel grappig. Kijk. Je ziet echt een hele witte ding zijn het. En het zijn allemaal van die. Hij stelt het niet scherp. Stel scherp. Ja, ik kan het bijna niet zien omdat het te ver ingezoomd is. Maar het zijn allemaal van die hele kleine. Wat zijn het? Vierkantjes zijn het. En daar komt dus het licht vanaf. Het is wel, ja, ik gebruik eigenlijk het meeste gebruik eigenlijk blauw, omdat ik blauw het mooiste vind, eigenlijk. Maar alle kleuren horen gewoon te werken, dus het is eigenlijk gewoon bullshit dat het niet werkt. Dus dat heb je ook nog eens een keer, hè. In ieder geval is vrijdag vandaag. Als jullie dit zien, is het ook, als het goed is, ook op een vrijdag. Dit is ook vrijdag weer geüpload.
Dezelfde dag. Ik ga het zo naar buiten toe. Ik ga nog even een buitenvlogje opnemen. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Dit was even weer de vlog. Eventjes. En ik ga nu naar buiten toe om nog even een vlogje op te nemen. En waar dat is, ik weet het. Jullie nog niet. Dat gaan jullie over een één dag, twee dagen gaan jullie dat zien. Groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal, voor mijn social media. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes. En ik zeg, joe.